zegt dat de democratische waarden van dit land moeten evolueren naar gelang het aantal moslims in België stijgt en dat moslims zich moeten gaan organiseren om druk uit te oefenen op de politieke instellingen, dan maakt zij geen fout, hè? Zij doet gewoon wat van een vrome moslima wordt verwacht. En het zijn jullie die fouten hebben gemaakt door deze mensen massaal naar hier te halen en ze nadien te overladen met politieke postjes in ruil voor stemmen. Meneer De Croo, iemand die onze democratie en onze vrijheden niet respecteert, die hoort niet benoemd te worden tot regeringscommissaris. Het moet dus in de eerste plaats aan u zijn om uw fout te erkennen en Issaan Haouesh te ontslaan. Maar in de tweede plaats moet u ook eens goed nadenken en luisteren naar mevrouw Haouesh. Want wat ze zei, dat klopt wel degelijk. De omvolking heeft een gigantische impact op onze democratie en onze vrijheden. En wie dat blijft ontkennen, die is zeer naïef en zelfs kwaadwillig. Takia, meneer de eerste minister, hebt u daar al van gehoord? Ik kan u in ieder geval maar aanraden om er eens het een en ander over op te zoeken. Mevrouw Issaan Haouesh is een zeer verstandige vrouw, dat bevestigen haar academische adelbrief. En die weet zeer goed wat ze zegt. Zij weet zeer goed wat ze zegt als ze zegt dat moslims zich moeten gaan groeperen om onze politieke instellingen en onze democratische waarden onder druk te zetten. Zij weet zeer goed wat ze zegt als ze zegt dat de demografie ervoor kan zorgen dat onze vrijheden en onze democratische waarden dat die kunnen worden aangepast, dat die mee moeten evolueren met de omvolking en met de demografische evolutie. Wie denkt u dan, meneer de eerste minister en mevrouw de staatssecretaris, dat u iets wijs maakt als u hier komt zeggen dat ze het zo niet had bedoeld? Dat er onhandig is gecommuniceerd en dat ze het niet nog eens mag doen? Ze mag het denken, ze mag het uitvoeren, maar ze mag het liefst niet nog een keer zeggen in de pers, want dan kan u hier in de problemen komen te staan. Ah, wel, mevrouw Issaan Haouesh, die is tenminste eerlijk. Die komt tenminste uit waarvoor ze staat. U doet dat niet, meneer de eerste minister. Het enige dat u doet, is nog meer van onze vrijheden afbreken door mensen die opkomen tegen deze islamisering op te sluiten in de gevangenis.